het gaat eigenlijk al goed. Ja, de laatste weken ben ik stil aan terug beginnen stappen. En ik hoop dat het moment dat ik mijn krukje kan achterlaten kort bijkomt. Mis je de fiets, het eenvoudige gevoel van wind door je helm en in de natuur? Ja, toch wel eigenlijk. Ik had sowieso al vakantie gepland na de Tour. En in het begin kon ik ook helemaal niks, dus dan viel dat wel mee, dat gevoel. Maar nu begint de verveling al te komen. En als ik dan vrienden of zo gaan fietsen of eender wie, dan ben ik wel jaloers. Nou, voorlopig beperkt het zich tot dit, tot thuis een paar kleine oefeningen voor bewegelijkheid. Ik zit thuis veel in het zwembad. We zijn net verhuisd en mijn zwembad is wel handig. En dat is heel goed voor, omdat ik daar weinig belasting heb, dus dan kan ik gewoon ook stappen zonder krukken uiteraard. En ik moet de eerste 6 weken eigenlijk heel rustig aan doen, zonder pijn eigenlijk, om het peesweefsel de kans te geven om helemaal te herstellen. En dan mag de belasting worden opgevoerd en dan wordt het terug optrainen. En dan zal ik ook terug conditioneel, hopelijk via aquajogging of dat soort dingen, mijn conditie terug een beetje kunnen opbouwen, want die zit wel ver onder nul natuurlijk. Ik kwam ook wel snel terug, positief gevoel als de dokter zei, maar het komt helemaal goed. En, op deze manier ga je volledige kracht terug in je beide benen kunnen hebben. Dus. Ik heb er wel vertrouwen in. En, ik ben in ieder geval blij dat ik hier goed terecht ben gekomen. En dat ik al waarschijnlijkheid wel terug kan komen. Ja, ik hoop nog altijd wel dat ik een aantal crossen kan doen deze winter. Al is het maar als voorbereiding op het voorjaar. De grote moeilijkheid is dat crossen nog veel meer belasting vraagt van mijn heupen en van alle spieren die geraakt zijn. Dan gewoon wegwielrennen. Maar dat is mijn stiekem hoop en mijn doel is om in het voorjaar terug echt mijn niveau te halen en liefst nog een beetje beter.